Dit is geen barbecue, dit is een bastard. En elke week heb ik een chef met wie ik lekkere gerechten ga maken op die bastard. En ik mag alles proeven, wat ben ik toch een lucky bastard. Vandaag weer een speciale editie van de winterbarbecue serie van Kom Proeven featuring The Bastard. En we hebben vandaag een hele mooie, lieve, speciale gast. Je hebt hem al eerder gezien dit seizoen. Toen deed hij een corona special en vandaag gaan we buiten barbecuen. Jeroen de Zee! Yeah. Hoe is het, man? Ja, goed. Ja? Goed. Naar nou, omstandigheden. Het restaurant in deze tijden? Ja, we doen lekker takeaway zoals iedereen. Ja. En ja, natuurlijk is dat minder, maar het geeft ook alweer een leuke nieuwe dimensie aan wat we eigenlijk normaal gesproken niet zo vaak doen. Ja. En je merkt dat mensen het gewoon heel erg leuk vinden om toch wat af te halen, te steunen vooral, hè, favoriete restaurant. En dat is heel fijn om te merken. En dat gaat van afhaalmaaltijden tot mensen die een flesje wijn komen brengen of een kaartje onder de deur schuiven van hey, succes. Ja, dat is wel tof. Hartstikke gaaf. Ja. Hey, en vandaag gaan we dus barbecuen. We zijn in het hoofdkantoor van de jongens in Haarlem waar je de bastard kan kopen. Ja. En je hebt twee gerechten, geloof ik. Ja, twee gerechten en we gaan proberen om een broodje te bakken vandaag op de barbecue. Sowieso altijd wel leuk. En nou ja, goed, we zijn natuurlijk in Haarlem, de zon schijnt. Vegetarisch wordt steeds belangrijker, dus ik heb een vegetarisch gerechtje en een gerechtje met vis. Lekker kreeft, gamba, wat speciale dingetjes, veel kruiden. We hebben hier ook een hele kruidentuin, dus dat gaat goed komen. Spannend, leuk. Ja. Hey, mag ik helpen? Ja, mag zeker helpen. Je moet helpen zelfs. Jeroen, ik zie allemaal lekkere dingen hier op tafel staan, maar zeker. Net toen je uitlegde van een lekker voorgerechtje, heeft het een naam wat je gaat maken? Nee, het heeft geen naam. Je kan eigenlijk klassiek gezien vis ook op deze manier bereiden. Ja. En dan stoomt het eigenlijk. Ja. Vroeger in een van mijn eerste bedrijven waar ik heb gewerkt, hadden ze ook een hele grote barbecue staan. Ja. En als je binnenkwam, dan rook het altijd lekker. Maar dan hadden ze ook eigen kruidentuin en groenten echt van het land. Ja. Dus wij gingen 's ochtends dan meestal in de buurt van Monnikendam plukken. En dan gingen we naar de zaak toe en dan gingen we daar dingen bereiden. En dit is een beetje afgeleid daarvan. Dus een beetje trip down memory lane. Is dat dan het voorgerecht of het hoofdgerecht? Dit wordt het voorgerecht. Okay. Ja. En dat was vegetarisch? Ja, dat is vegetarisch. Het heeft geen naam? Nou ja, het is prei van de barbecue met karnemelk en dille. Wacht even. Ja. Prei met karnemelk? Ja, ja. Maar het wordt lekker. Geloof me. Kan je even uitleggen hoe je daarbij komt? Prei en karnemelk zitten bij mij gewoon in twee verschillende boksen. Ja, klopt. Klopt. Nou ja, goed. Het is een beetje de frissigheid die je zoekt. Karnemelk heeft natuurlijk een beetje een zuurtje. Dat komt heel mooi overeen met straks die rooksmaak van die prei. Ja. En eigenlijk gaan we die prei helemaal blakeren ook op de barbecue. Dus dat wordt van de buitenkant wordt het helemaal zwart. En dan ga je hem pellen. En dan is de binnenkant zeg maar eigenlijk gestoomd in zijn eigen jasje. Ja. En dille is altijd een hele mooie smaakmaker. Of met vis of met vegetarisch. Nou ja, goed. Dille is heel fris. Ze heeft een hele eigen smaak. En dat komt echt heel mooi uit met de prei. Oké, dus eigenlijk is dit een heel simpel gerecht. We hebben een paar basisingrediënten. Dat is natuurlijk de prei. Aluminiumfolie, dat vouw je gewoon mooi in een vierkantje. Daar leg je de prei in het midden. We hebben dilleolie gemaakt. En eigenlijk is dilleolie heel simpel. Het is niks meer dan gewoon zonnebloemolie en een paar bosjes dille. In dit geval drie bosjes dille met ongeveer 300-350 gram zonnebloemolie. Dat doe je in de blender. Laat je het helemaal glad blenderen in een zeef. En dan heb je gewoon hele frisse dilleolie. We hebben uit de kruidentuin wat tijm en rozemarijn gepakt. Dat leggen we er eigenlijk onder. Dan leg je de prei op. Heel simpel. Klein beetje van die dilleolie. Dat geeft net even wat meer smaak aan de prei. Heel klein beetje zout. Niet te veel. Je kan hem straks altijd nog op smaak afmaken. En dan is het eigenlijk een kwestie van dichtvouwen. Dus je rolt hem dicht. Eigenlijk als een soort toffee. Super wel toffee. Kijk, en nou zie je. Hij is heel mooi geroosterd. Dan halen we straks het buitenste laagje ervan af. Dat snijden we gewoon weg. En dan kan je eigenlijk de binnenkant zo als een snackje eten. Wij maken dan iets meer fancy met de vinaigrette. Maar je ruikt het al, hè? Het is een beetje zoetig. Een beetje... Echt heel erg lekker. En nog wel vegetarisch. Oké, dus we hebben de prei, die is een beetje afgekoeld nu. Ja. Karnemelk, gewoon boerenkarnemelk. Karnemelk. Gewoon lekker. Dilleolie. Wat je doet... Dilleolie in je karnemelk? Zeker. Je bent echt gek. Kijk, en wat je dan krijgt, zie je dat? Het gaat een beetje schiften, maar dat is precies de bedoeling. Dus je krijgt eigenlijk die
ben geschift. Ja, je bent geschift. Echt zo. Maar die smaak die is fantastisch. Ja, is nu al mooi en lekker. Wat je doet met je mes, eigenlijk gewoon als een pakketje, gewoon open snijden. Kijk. Dit is mooi. Je ruikt het ook, het is. Je ruikt gewoon die geroosterde prei, de rooksmaak van die barbecue zit er heel mooi aan. En eigenlijk zou je dit zelfs nog weer kunnen gebruiken om straks je visje op te leggen of iets ergens garneren. Klein beetje zout, niet te veel. Peper is niet nodig, tenzij je het echt heel lekker vindt. Maar wat je dan doet is eigenlijk, omdat de prei nog een beetje lauwwarm is, is dat alleen maar heel goed voor de smaak van die vinaigrette ook. Dus die doe je er mooi overheen. Klein beetje aangemaakte hutekezen. Waarmee heb je hem aangemaakt? Klein beetje peperzout alleen. Niet te veel, want hutekezen heeft al gewoon een lekker smaak van zichzelf. Voilà. Heel simpel, heel makkelijk. Okay, dus we maken hem eigenlijk als finishing touch. Heel even af met wat kleine dilletakjes. Hé, hey, dan gaan we niet doen waarvoor ik geboren ben. Proeven! Dat is het. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ik ook. Met je karnemelk. Ja, echt hè? Maar zie je hoe gaar die is? Ja. Je stopt het in je mond. En dan denk je eerst, oké. En dan ga je erop kauwen. En dan komt er bij elke keer dat je koud, komt er een andere laag tevoorschijn. Ja, je hebt een beetje die rooksmaak van die prei. Je hebt het frisse van die dillen en die karnemelk. Maar je hebt ook een beetje bite van die hutekees nog. Ja. Dus dat maakt eigenlijk een heel compleet gerecht met maar vier ingrediënten. Oké, dus na de prei een waanzinnig zelfverzonnen gerechtje wat lijkt op paella, maar dan weer net als basis. Ja. En allemaal dingen uit de zee. Ja, veel dingen uit de zee. Ik hou heel erg. Wat zijn de stappen die je volgt? Eigenlijk hebben we een paella pannetje nu daar op de barbecue gezet. Ja. Dus even goed dicht dat hij goed warm wordt. Een beetje prei, slot, knoflook gesneden. Gewoon fijn. Niet te fijn, maar gewoon lekker dat het eetbaar is. Wat chorizo, dat gaan we straks lekker aanfruiten. Dat het een beetje kleur krijgt. Dan doen we de pasta erbij. Een beetje spinazie, wat kruiden. Een klein beetje citrussap. En dan hebben we wat dingetjes uit de zee. Dus we hebben wat gamba's, wat mosseltjes, kokkels, een stukje kreeft. Maar je stopt er toch chorizo in. Dus iemand die bijvoorbeeld alleen vis eet, die kan dat weglaten. Ja. Maar het is lekker, weet je wel. En dat vis en vlees combineert goed. Maar die chorizo geeft net eventjes die extra pit. Okay. En dat vind ik zelf altijd wel heel erg lekker. En vooral citrus is een beetje omdat je hebt natuurlijk dat vettige en dat spicy van de chorizo. Vis is vrij licht verteerbaar, maar een limoentje of citroentje erbij om het af te maken is altijd wel erg lekker. Pufferfish. Pufferfish. He's probably nature's funkiest. Oké, dus we zijn nu eigenlijk lekker de chorizo, knoflook, shallot, een beetje prei aan het aanfruiten. Ik heb een klein beetje boter en olijfolie gedaan, want dat is eigenlijk de beste combinatie hiervoor. Het geeft een mooi smaak af in de pan en dan gaan we straks de rest van de ingrediënten erbij doen. Oké, dus we hebben nu de pasta erbij gedaan. Die hebben we gewoon even van tevoren afgekookt, dat is vaak wel het makkelijkst. Een klein beetje spinazie erbij, fruiten we dat een beetje aan. Dan gaan we straks afmaken met de vis en de schelpdiertjes. Het ruikt echt zo lekker. Er zou een nieuwe feature moeten komen dat je via filmpjes ook geur kan beleven. Een soort 6, 7 of 8D, dat je ook dit mee krijgt. Ja, dat zou top zijn. Ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik ga proeven. Ik ga ook proeven. Ja, proef je mee? Ja, zeker weten. Ja, het is heel robuust, maar het is wel, ik denk wel heel erg lekker. Ik ben heel benieuwd naar die pastaatjes. Zo. Proef je nu ook de chorizo, die XO en een beetje knoflook? Ja, de totale beleving van die smaak. Is lekker, hè? Zie je al zitten op de camping?
Ja, dit is te gek, want je hebt om op andere plekken te maken dan thuis. Je kan het overal, als je maar vuur hebt. En dan zijn we nog niet klaar, want ik heb begrepen dat je nog iets in de oven gaat gooien. We gaan proberen om even nog een focaccia te maken. Lekker met druifjes. Knappen dan lekker open het brood. Wordt lekker. Oké, nou, ik vind dit dan heerlijk. Jij doet nog netjes met mes en vork, hè? Maar proef je die XO nu? Zet hem net even aan. Ja. XO is eigenlijk... Dat is dit spul, hè? Ja, gefermenteerde schaaldieren. Koop hem gewoon in de toko. Dit is een experiment, begrijp ik. Ja, dit is een experiment. Focaccia. Wat is er dan voor deeg? Wat maakt focaccia deeg anders dan... Focaccia is net even wat zachter. Ik vind focaccia heel erg lekker. Er zitten wat tomaten doorheen, tijm, rozemarijn. Dat zit hier nu al doorheen? Dat zit hier allemaal doorheen. Okay. Het is een gistdeeg, zoals wij dat noemen. Dus echt op basis van gist, water, bloem, klein beetje melk. Lang laten rijzen, doorkneden. Ja. Ja, en dan kan je eigenlijk iedere gewenste vorm geven die je wil. Normaal bak je hem natuurlijk af in de oven. Nu gaan we proberen om dat op de barbecue te doen. We hebben wat druifjes, maar eigenlijk kan je eindeloos variëren met witte druif, blauwe druif, maar ook tomaten, whatever. Druif en brood, dan wordt het een rozijntje of zo? Trust me, wordt lekker. I trust you sowieso. Wordt, die druiven die knappen open en dan gaat dat vocht zo lekker door die focaccia heen en ja, dat is gewoon lekker. Nou, let's do. Dit zijn van die recepten die... Die of al jarenlang gebruikt worden in de keukens waar je hebt gewerkt of in de families waar je voor hebt gekookt. Of... Dit zijn gewoon van die dingen en het heeft ook een beetje te maken met gewoon proberen. Soms zijn dingen heel lekker, maar ook bij ons gebeuren er dingen waarvan je denkt, nou dit is gewoon niet, dit is niet zoals ik het wil hebben. Maar soms moet je ook gewoon proberen of iets lekker is of niet. Klein beetje olijfolie voor de kleur straks nog. Jeroen? Ja? Speciaal voor jou heb ik dit geregeld. Lekker. Dit is de pizza oven accessoire van Bert. Kijk. Ik hou ervan. Dat is toch top. Op. Zie je dat? En dan heb je zo een echte pizza oven. Hij gaat er niet af. Ja. Doe jij het? Ik kan hem gewoon zo erin houden. 3 uur lang. Wouter! Ja, gaat al wat beter. Oké. Oventje dicht. Hoe heet moet die? Ergens tussen de 200 en 250 is goed. Wouter! Hij is er bijna. Hij is er klaar. Oké. Het is gelukt. Eindelijk. Het ziet er prachtig uit, man. Lekker, hè? Helemaal zoals het moet. En die druiven... Zijn een beetje geroosterd, een beetje gepoft, maar het is wel echt heel lekker. Dus nu wil ik een stukje eraf snijden en proefon. Proefon. Het is een beetje kekig. Focaccia is heel zacht. Ja. Lekker man. Ik krijg zin in olie in een bakje met wat zout en peper. En dan zo lekker dippen. Ik moet zeggen. Ah, zo zie je, dat is lekker dan. Ja toch? Jeroen man, mag ik jou bedanken? Ja, jij bedankt voor weer een goede uitnodiging. Ja, goed hè? Was lekker. Het ging goed. Nog even recapituleren. We begonnen dus met een zelfbedacht preirecept. Ja. Karnemelk. Karnemelk, ik was onthoud in het begin dat. Heel sceptisch, maar ik vond het heerlijk. Ja. Daarna dus die ratatouille met allemaal dingen bij elkaar. Ja. Mensen die het niet lekker vinden, mogen de chorizo weglaten. Ja, die maar wij hebben gezien, het is eigenlijk juist de smaakmaker. Ja, zeker. En daarna nog een focaccia in de pizza oven. Ja, met druifjes, gewoon lekker. Eigenlijk ook wat jij zei, hè? Gewoon, eigenlijk moet hij gewoon lekker bij dat pasta gerechtje. Ja, dan kun je dat lekker dippen om zo lekker het sausje. Dat. Dankjewel, man. Ik wens je veel succes deze coronaperiode met dankjewel. De take-out. Tegen de mensen zeggen we... Kom proeven! Hey!